VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. Na een weekend rust hervat VVV zaterdag de competitie tegen landskampioen Feyenoord. Zometeen een voorbeschouwing. We spreken met Tristan Dekker en Jonathan Opoku over hun aanstaande rentree. Maar eerst kort terug naar de laatste wedstrijd. VVV NAC, 2 weken geleden in de Kool. Hij doorgelopen, Van Krooi doorgelopen. Er komt nog een derde bij, de persoon van Seuntjens. Het wordt die terugleggen, klopt. Maar Kali, dan moet je hem goed raken. Hij raakt hem heel erg goed. Maar net niet goed genoeg voor een treffer. En dit een kans voor NAC die wel heel royaal wordt overgekopt. Rösler. Die. Kaats is niet zorgvuldig. NAC kan overnemen via Manu Garcia. Korte, nou een keer met een goede voorzet. Deze wordt teruggelegd op de tweede lijn. Oenerstal met een voortreffelijke redding op de inzet van Vloed. Tie weg. Leemans die bal lijkt wel met de ogen dicht speelt. Inlevert bij Angelino in ieder geval. Maar dat is er een met een drive en iedereen stapt achteruit. Dan heeft hij ruimte. Legt hij de bal neer bij Vloed. En knalt die vervolgens naast. Tisoudali wel hinderlijk inmiddels als invaller. Hier Tisoudali. Tilt hem over. Leemans, het is passen en meten. Seuntjens. Tisoudali pikt die bal over van Tisoudali. Iets te hard voor aan de buitenkant van Krooi. Waar blijft de voorzet? Daar is die. Gaat hij erin? Nee. Lopen we net goed af voor NAC. Er ontstaan scheurtjes aan weerskanten. Fernandes. Goeie actie. Geweldige actie zelfs. Fernandes een hoogstandje tegen Oenerstel aan. Dan de herkansing. Daar mist hij de fysieke kracht om dat duel verder af te maken. Vorig seizoen samen in de Jupiler League. Dit seizoen samen in de Eredivisie. Vorig seizoen 0-4. Dit seizoen 0-0 VVV NAC. Wat is jouw verhaal van die wedstrijd? Dat we wel de intentie hadden om vanaf begin af aan die wedstrijd te winnen. Die intenties zag ik niet bij NAC eerlijk gezegd. Ik vond dat met name hun keeper heel veel tijd aan het rekken was. Ik had het idee dat zij een punt wel goed genoeg vonden. Maar goed, als je gaandeweg de wedstrijd ziet, dan hebben we wel wat kansen gecreëerd. Maar meer eigenlijk schoten. En was het tot aan de 16 vond ik het prima. Maar daarna werd het slordig, voorzetten niet goed. De afwerking niet op het doel. En je zag dat NAC gaandeweg de wedstrijd toch wel steeds gevaarlijker werd in een aantal momenten. Dus ja, op een gegeven moment kom je dan tot de conclusie dat er in die wedstrijd waarschijnlijk niet meer in zit. En dat je misschien wel tevreden moet zijn met een punt. Ja, is dat misschien ook een reden dat je Nakali eruit haalt en Damien van Brugge inbrengt? Nee, dat had eigenlijk de reden om juist met Van Krooi in de voorhoede meer diepte te krijgen. Ik vond Nakali aan de bal wel aardig, maar ik vond dat we te weinig diepte hadden. Ik moest ook hun te wisselen in de rust voor Tisoudali, omdat ik Torino ook niet goed vond spelen. Dus dan weet je, met Tarek is ook iemand die veel in de bal speelt. Dus ja, als ik dan aan twee kanten mensen heb die in de bal spelen, dan wordt het veld heel klein. Dus ik wilde het uit elkaar trekken met Vito diep. Maar goed, uiteindelijk leverde dat ook niet het gewenste resultaat op. Je noemt al wat spelers die niet voldeden in jouw ogen. Waren meer spelers die leken niet in vorm, het juiste gevoel te missen? Ja, er waren denk ik een aantal die gewoon, en zo kritisch zijn ze naar zichzelf ook geweest. Torino gaf aan dat hij niet goed genoeg speelde. Vito gaf duidelijk in de krant, maar ook in de nabespreking aan dat hij van de 8 voorzetten dat er maar 1 aankwam. Nou, dan is prima dat die jongens kritisch op zichzelf zijn. Zo moeten ze ook ermee omgaan. Maar goed, er waren er nog meer die niet hun beste wedstrijd speelden. Maar aan de andere kant, als je in die wedstrijden, als je op een gegeven moment toch het idee hebt van ja, de winst zit er niet in. En dan hoop je nog op een corner of misschien een vrije trap dat je nog wat kunt forceren. Nou, zat er niet in. Maar moet je in ieder geval zorgen tegen, denk ik, een directe concurrent dat je hem niet verliest. En dat is gelukt. Bij VVV ontbraken de afgelopen weken de lang geblesseerde Tristan Dekker en Jonathan Opoku.
Ook Danny Post moest de laatste wedstrijd door een blessure weer aan de kant blijven. Grote vraag is hoe deze spelers er nu voor staan na een extra weekje rust. Nou, Tristan en Jonathan is goed. Die zijn weer aangesloten. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat zij zaterdag bij de wedstrijdselectie zitten. Danny niet. Dat is niet goed. Die kan nog helemaal niks doen eigenlijk. Behalve wat fietsen, misschien wat wandelen. Maar daar is de verwachting van dat hij er echt nog wel voorlopig minimaal een aantal weken uit is, helaas. Opoku begon het seizoen al met een trainingsachterstand vanwege zijn herstel van een liesbreuk. Kreeg vervolgens een terugslag en vlak voor zijn rentree werd de aanvallende middenvelder weer uitgeschakeld door een spierscheur in de kuit. Opoku speelde zijn laatste officiële wedstrijd op 17 september. Ja, het is denk ik veel pech. Ik had me het heel anders natuurlijk voorgesteld. Eerste jaar voor mij in de Eredivisie. Dan hoop je natuurlijk om met het team mee te doen, maar daar is nog weinig van gekomen. Ja, dan ben je eigenlijk heel lang aan het sukkelen, als ik het zo mag noemen. Twijfel je dan nog wel eens of het helemaal goed komt? Ja, tuurlijk. Maar ik moet zeggen, die kuitblessure die ik dan opliep, ja, is natuurlijk vervelend. Maar daar zit wel sneller vooruitgang in dan mijn lies. Maar ik moet nu zeggen dat beide wel goed voelt. Dus we zijn op de goede weg. Dekker moest in september geopereerd worden vanwege een acute blinde darmontsteking. De verdediger speelde eind augustus zijn laatste officiële wedstrijd. Ja, sowieso moeilijk. Veel bezig geweest met mijn revalidatie. Je kan ook niet veel doen, dus het was heel moeilijk inderdaad. En ik heb sinds deze week pas de training echt opgepakt. Dus dat was wel moeilijk. Ja, je moet heel lang revalideren, dat weet je eigenlijk. Verliep het wel voorspoedig? In het begin leek het heel langzaam te gaan. Ik had nog heel veel last van mijn buik en van mijn littekens door de operatie. Dus in het begin leek het heel vermoeiend te gaan. En als ik ook iets deed, dan kreeg ik ook gelijk weer last van mijn buik. Maar de laatste twee weken is eigenlijk heel snel gegaan voor mijn gevoel. Dus daar ben ik wel blij mee. Betekent dat dat je er weer klaar voor bent? Nou, klaar voor ben. Ik heb natuurlijk geen wedstrijden meer gespeeld sinds dat met mijn kuit opliep. Maar ik sta wel te trappelen om weer minuten te maken, ja. En op de training wel volle bak? Ja, bijna volle bak. Nog niet helemaal. Maar het is wel, ik doe wel grote delen mee. Kun je al spelen tegen Feyenoord? Dat weet ik niet. Ik zou wel kunnen spelen, maar het ligt aan meerdere dingen, denk ik. En ik ben er nu al een tijdje uit, dus stel het duurt een week langer, dan is dat zo. Als ik maar volledig fit ben. De grote vraag is natuurlijk, hoe ver ben je nu? Kun je weer spelen? Nee, spelen nog niet. Ik heb gisteren wel alles meegedaan met de groep. Dus, of eergisteren, dus dat is positief. Maar wedstrijd klaar ben ik nog niet, nee. Wat verwacht je? Ja, ik hoop dat ik volgende week volop alles mee kan doen. En ik hoop ook dat dat goed gaat. En dan zou ik misschien al volgende week bij de selectie kunnen zitten. Ik hoop het. Maar ik hoor jou zeggen, en de spelers waren zelf iets minder positief in die richting, dat Dekker en Opoku op de bank kunnen starten. Nou, wel, als zij deze twee trainingen goed doorkomen, dan kunnen ze wat mij betreft op de bank. Maar nogmaals, dat moeten we met elkaar bespreken. Als zij het gevoel hebben, ze zijn er zo lang uit geweest dat het wellicht iets te vroeg is. Dat kan ook, maar ik ben daar nooit zo voorzichtig in, hoor. Als het op de training goed is, dan moet er ook een keer een moment zijn om ze bij de groep te nemen. Feyenoord-VVV, een duel tussen de kampioenen van vorig seizoen en een duel tussen twee teams die staan te popelen om weer eens te winnen. Feyenoord staat op de zesde plaats en kan zich als regerend landskampioen niet veroorloven nog verder te zakken. VVV zal erop gebrand zijn de negatieve reeks qua uitslagen te willen doorbreken. Je krijgt daar te maken met een ploeg die wellicht in puntenaantal behoorlijk achter staat, maar in veldspel heel behoorlijk speelt. Want ik heb de wedstrijd tegen Roda gezien. Ik ben bij de wedstrijd tegen ADO geweest. En die wedstrijd hadden ze beide gewoon dik moeten winnen. En daar hebben ze zoveel kansen onbenut gelaten. Heel veel uitgespeelde kansen. Dus ja, ik vind gewoon dat ze goed spelen. Alleen dat het ze nog aan het geluk ontbreekt om de kansen erin te schieten. Maar dat blijft een topploeg met hele goede spelers. En dat is gewoon een hele zware wedstrijd. Je gaat ervan uit tot Feyenoord natuurlijk thuis vol op de aanval en vol voor de overwinning gaat. Maar ik denk dat wij heel erg hebben laten zien in de wedstrijden, ook tegen de grotere clubs,
dat wij gewoon goed weerstand kunnen bieden. En ja, hoefde toen ook maar een paar keer de andere kant op te vallen. En dan was de wedstrijd misschien anders gelopen. Dus ik denk dat wij het Feyenoord heel moeilijk kunnen maken. En ja, wie weet zit er, hoe ze dan zullen zeggen, een stuntje voor ons in. Ja, Feyenoord is natuurlijk kwalitatief een betere tegenstander. Ja, we hebben ook lang niet gewonnen, dus we hebben die punten natuurlijk ook hard nodig. Maar ik denk, het team is super gedreven en hopelijk kunnen we wel een puntje eruit slepen, ja, uit in de Kuip. VVV wist wel eens punten te pakken in de Kuip, maar daarvoor moeten we terug naar de jaren 80. Maar in het recente verleden, zoals in 2013 en 2009, zagen we ook nipte 1-0 nederlagen voor VVV in Rotterdam. De laatste Venlose treffer in de Kuip staat op naam van Keske Honda in 2008. VVV verloor toen uiteindelijk met 4-1. Honda, gaat hij het doen? Hij neemt hem wel en hij schiet hem er fantastisch in. En zo profiteert VVV van die gelegenheid om op gelijke hoogte te komen. VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.